Oh, dames en heren, we gaan de Conroe Cool 5 Plus erop testen. Hij is een beetje gesmashed. Er zit een hoesje omheen. Kijken dat we hem wat meer kunnen barsten, zoals altijd. En dat hij al is. Hij is al een beetje gebarsten. Zoals jullie misschien wel konden zien. Kijk, de achterkant van de waist-height. Oh. Ja, het hoesje er vanaf dief. Het is een goed hoesje, man. Goed, geweldig hoesje. De achterkantje een beetje los. Niet meer barst, maar zo. Hij is al best gebarst. Nee, het ziet niet veel erger uit. Hoesje er weer omheen. Hoesje is niet echt beschadigd. Okay. Goedkope kuthoesje. Het is van afgeknald. Achterkant van kruishoogte. 3, 2, 1. Oh, dit ding is luid. Geen schade verder. Lijkt erop dat de camera niet verder is gebarst. Oké, scherm van kruishoogte, daar gaan we dan. Als hij deze drops overleeft, gaan we dadelijk ook op de scherm. Is hij meer gebarst op de los van de hoesje? Lijkt het niet echt op. Oké, hoofdhoogte. Op de zijkant. Oh, compleet uit elkaar getiefd. Oh, de digitizer in de vanaf het LCD-scherm is nog goed. Lijkt er wel op. De digitizer is er vanaf, maar het lijkt alsof hij nog in een redelijke. Laat me deze kuttelefoon even goed doen. En daarmee wil ik gewoon in elkaar zetten. Alles weer in elkaar. Zo. Dit is de achterkant van deze kuttelefoon hier. Zit weer in elkaar. Batterij erin, jongens. Heel veel water damage op. Gisteren de droptest gedaan, was vol in water geliefd. Achterkantje met het hoesje erop, git verdamme. Hetzelfde dunste kut achterkantje. Dat zijkantje wil niet goed meer samen, oké. Verhoogd hoofden op de achterkant, jongens. Oh, smack! Dat is heel luid. De camera is niet meer gebruikt. Is een beetje. Ja, hij ziet er goed uit. Zit nog goed in elkaar ook. Hoofdhoogte op het scherm, jongens, 3, 2, 1. Oh, dat klonk heel nasty. De bovenkant is wat meer gebarst, zoals jullie kunnen zien hier wel. Oh mijn god. Oké, nu gaan we extreem droptest met het hoesje erop. Dit wordt best wel nasty. Hier zo. Hier kun je het zien. Oké, dat is ongeveer een cirkel. Oké. In de cirkel wordt het best godverdomme. Oké. 5 tot 10 meter hoogte. Op de zijkant drop test. 3, 2, 1. Oh, digitizer er weer vanaf getiefd. Is hij meer gebarsten? Ik weet het niet. Dat kunnen we dadelijk pas zien. Oh, hier is een digitizer. Die flikkert iedere keer vanaf. Ik zeg maar touchscreen zelf. Het scherm ziet er nog. Ik zie geen barstjes in het paneel zelf ofzo. Het paneel zelf ziet er oké uit. En de telefoon is dit keer niet compleet uit elkaar getiefd. Achterkantje in de batterij. Alhoewel, het is een oud model. Dus de batterij was gemaakt om eruit te komen. Hier, hij is wel los. Complete frame is los dit keer. Hij wordt slapper, maar de onderkant is niet meer gebarst. Dat is het raar aan dit ding. Ik bedoel het scherm. Onderkant van het scherm. Als ik meer telefoons heb, ik heb een Alcatel daar liggen. Ga ik ook nog trot testen dadelijk. Achterkant van 5 tot 10 meter hoogte. Oh! Compleet uit elkaar geflikkerd. Holy kutjes. Dit keer is echt compleet uit elkaar geflikkerd. Hele frame is kapot. Kijk of hij weer in elkaar gaat, jongens. De batterij is er tussen weg. Slipt of niet? Even kijken of we deze weer in elkaar krijgen. Zo moet hij toch? Nee, hij moet andersom. Kijk,
Oké, okay, jongens. Ik zal even deze telefoon weer in elkaar zetten. Oké. Okay. Dat zit weer in elkaar. Nu moet ik het kuthoesje ervan afhalen. Auw. Kut plastic goedkoop hoesje. Ah, die batterij, hoor, echt. Ja, die geeft er wel wat meer heft. Zwaarder, zeg maar, toestel. De digitizer is... Er weer vanaf. Kijk, heb je nog meer gebarsters? Nee, het lijkt er niet op. Oh, die digitizer is... op het schermpje, laat ik gewoon het schermpje noemen. Dat is het. Digitizer is gewoon het, zeg maar... Dit flexkabeltje wat aan dit ding vast zit aan het scherm. Datgene wat de touch registreert, zeg maar. Oké. Okay. Dit wordt mijn worst scherm van 5 tot 10 meter. Voor de Conroe Cool 5 Plus. Met hoesje. Laten we zien of hij meer barst. In 3, 2, 1. Komt-ie! Oh, dat was heel luid. Hij komt uit elkaar weer. Hij doet het nog steeds niet zoals jullie kunnen zien. Lijkt al dat hij niet meer is gebarst. Cool. Zal ik jullie even laten zien wat toestel ik meer had om te smashen. In de volgende video. Deze Alcatel 1 is even waarmee ik eerst filmde. Is helemaal naar de haasjes hier hoog. Nice. Cool.